Maandagmiddag is er een auto te water geraakt langs de N508 bij Alkmaar. Het ongeval deed zich voor ter hoogte van de Schermerdijk. Er was één persoon in het voertuig aanwezig die met onbekend letsel is meegenomen naar het ziekenhuis. Er waren duikers van de brandweer ter plaatse om het kanaal af te zoeken naar meerdere personen, maar er werd niets meer gevonden. Een politieagent die langs reed zag het ongeluk gebeuren en is het water ingegaan om de man te redden. Wat de oorzaak was van het ongeval is niet bekend.